Huytema. En is het buitenspel of niet? Marco Roelofsen, we zijn in de tweede helft. In de 51ste minuut. De bal gaat tegen het langzaam richting de lijn. En hij gaat er overheen. En Heerenveen scoort. Hij speelde van 1991 tot 1996 als middenvelder voor SC Heerenveen. In 5,5 seizoen kwam hij tot 179 optredens en 29 doelpunten. We hebben het natuurlijk over Marco Roelofsen. Vorig seizoen nog trainer van Jong PSV, maar dit seizoen keert hij terug op het oude nest als trainer van de belofte bij Heerenveen. Het is altijd leuk als je bij een oude club terugkomt. Je kent nog een heleboel mensen die er al langdurig zitten, die ken je. Dus het voelt al een klein beetje als ze thuis komen. En hoe is het contact zo ontstaan met Heerenveen? Jong Heerenveen is afgelopen seizoen op de Hetgang kampioen geworden bij Jong PSV. Die wedstrijd die wonnen zij bij ons toen de tijd. En daar liep de technisch directeur Johan Hansma op het veld. En langs elkaar heen lopen feliciteerde ik hem uiteraard. En ik wist dat mijn contract afliep bij PSV. Dus ik zei van als er een vacature bij jullie vrijkomt, nou, weet je wel hoe dat gaat, hè? Balletje opgooien. En zo is het contact in principe ontstaan. Totdat Jan de Jonge vertrok naar Heracles, was er nog geen vacature vrij. Dus ja, daarna heeft hij maar aan mij gedacht, denk ik. Het trainen van een belofte elftal is dus niet nieuw voor Roelofsen. Het is volgens hem dan ook heel anders dan het trainen van een eerste selectie. Klopt, je traint sowieso met minder aantallen. Het is een beetje een mix van jongens die zeg maar vanuit de A-selectie moeten spelen en minuten moeten maken. En jongens die er vast in zitten die de A1 uitgegroeid zijn. Dus ja, dat is een mix daarvan. En dat zijn altijd wel moeilijke groepen om te trainen. Wat streeft u dan na bij de belofte? Zijn dat meer de prestaties of het beter maken van de spelers? Ja, ik denk dat laatste dat je aan moet vergaan, beter maken voor de spelers. Toch zorgen dat er een teamsfeer hangt, dat er toch met een teamprestatie gepresteerd wordt. Hoe lastig het ook is, want je hebt toch altijd met jongens te maken die aan de ene kant teleurgesteld zijn dat ze moeten spelen in 2. Maar ja, die het besef moeten hebben dat ja, als je 2 goed presteert, dat je bij 1 weer in aanmerking komt. Onder Jan de Jonge werden de belofte kampioen. Roelofsen zal echter met een totaal gerenoveerd elftal moeten beginnen. Ja, maar dat is altijd zo bij de belofte teams. Het ene jaar is het andere jaar niet meer. Dus ja, dat is juist het moeilijke daarvan, van die teams, ook om te presteren denk ik. Want ja, je vastigheid dan moet je weer helemaal in slijpen. En dat gaat vaak meestal een tijdje overheen voordat het lukt. Wat zijn uw verwachtingen van dit seizoen? Nou ja, het is weer een hele andere competitie dan vorig jaar. Ontbreken natuurlijk Ajax, PSV en Twente, die gaan richting de Jupiler League. En nu zijn we ook weer in 2 pools verdeeld. En dan moet op papier denk ik dat wij iets in een makkelijke pool zitten. Ja, daar denk ik dat we toch wel in de bovenste rij weer mee moeten gaan draaien. Is het jammer dat die ploegen of die clubs als Ajax, PSV, Twente eruit zijn? Of een soort inflatie van de competitie? Ja, dat klopt wel. Het is voor de weerstand jammer voor die jongens. Want daar gaat het eigenlijk om, dat die jongens een weerstand houden. Ik ken andere ploegen ken ik niet zo goed uit de eerste divisie. Maar ja, daar zijn de verwachtingen van dat er altijd ietsjes minder is. En dan moeten wij maar weer zien waar te maken. Maar ja, dat is altijd zonde dat de kwaliteit weggaat uit je competitie. Had je in dat opzicht misschien wel liever met Heerenveen ook in de Jupiler League gespeeld? Ja, maar dat is niet in sprake. Toen ik aangesteld werd, was dat helemaal niet aan de orde. Het is een keuze voor de club. De club zag er te veel negatieve dingen in. Het kostte te veel. Dus dat was niet in sprake. En wat vindt u ervan dat de KNVB dit nu doet, deze test? Ja, het is een pilot voor 2 jaar. Ik denk dat het wel goed is voor de jongens van PSV, praat ik dan even. Dat ze daar ervaring op krijgen. En ja, sommige jongens onderschatten nog wel die stap naar de eerste divisie en dan naar de Eredivisie. Of van A1 naar het eerste toe. Ja, dit is een mooie gelegenheid om je daar te presenteren. Zoals eerder gezegd verdedigt Heerenveen dit jaar de titel. En dat mag de ploeg doen in belofte divisie A. Wat Roelofsen betreft is de huidige competitieopzet wat aan de korte kant. Helaas zijn er 20 wedstrijden. Ja, mocht je dan al als kampioen eindigen, dan moet je met nog 2 wedstrijden spelen tegen de andere kampioen. Uit en thuis wel, denk ik. En dan zit het seizoen er alweer op. Ja, het is gewoon even een lastig seizoen, denk ik, voor de belofte van Heerenveen. En persoonlijk, betrekt je zich ook bij het eerste helftal, bij de wedstrijden, of staat dat los van elkaar? Nou, daar heb ik nog niet direct over gesproken, maar ja, de mensen die mij kennen, daar bemoei ik me wel een klein beetje mee, maar ook tot aan een bepaalde grens. Je hebt wel ambities om ooit hoger op te gaan? Ja, zeker.
ik wil graag een vaste assistent worden van een hoofdtrainer.